Hallo kijkers van INT, ik ben Mark en ik ben hier vandaag weer met Architect. De vorige aflevering ben ik hier gebleven en we gaan vandaag, zoals je kunt zien, gaan we bezig met de kleine celletjes die ik de vorige aflevering hier al heb getekend. Ik kom er nu ook achter dat we nog behoorlijk weinig geld hebben. Want dat begint echt wel een beetje een probleem te veroorzaken. Dus ik moet binnenkort ook eventjes gaan kijken hoe ik dat probleem nou precies ga fixen. Want het is natuurlijk wel even handig om... gewoon een beetje geld is natuurlijk te blijven krijgen. Even kijken. Zo. Nou, een ingang hebben ze al. Dus dat zal wel helemaal goed moeten komen. Want ze hebben daar al een personeelsdeur zitten. Die blijf ik ook nog wel eventjes houden, denk ik. Ik weet niet of die krachtcentrale dat hoeveelheid stroom gaat houden. Maar... nee, oké. Okay. Ik moet maar eens even kijken hoe ik dat precies allemaal ga doen. Misschien dat er nog een stroomleiding ergens anders in de buurt is. Ja, die kan veel meer hebben. Dus even kijken, deze is aan die geconnect. Want deze heeft weer een andere kleur, ja. Dus pak ik deze gewoon, die sleep ik dus deze kant op. Dan gooien we deze kant mooi op. En dan ook gelijk deze kant. Hoop dat we hem anders wel een beetje goed doen. Nou, hoe ver zullen we dat doen? Nou... zover lijkt me ook verstandig. Mooi hier en hier. Nou ja, op een aantal uurtjes krijgen we weer lekker 59 gevangenen erbij. Dus dat is wel heel fijn. En zien hoe lang gaat dit duren. Nou, in de tussentijd ga ik even een grondig onderzoek plegen, want daar... er zijn al twee wapens gevonden. Want ik heb zo'n gevoel dat er ook tunnels zijn gegraven ergens. Ik kan niet precies bepalen waar, maar hey. Oké, alles wordt nu mooi neergeplaatst. De gehele celblokjes die ik wil hebben. Dus dan slop ik nou even deze muur eruit. En dan zet ik hier een personeelsdeur neer. Nou, mensen beginnen volgens mij te rellen of zo. Ja, ze begonnen het even te rellen. Oké, maar in die kleine cellen krijgen ze geen wc. Dus dan kunnen ze ook echt totaal niet gaan lopen graven onder die toilet, laat ik maar zeggen. Wat bijvoorbeeld hier wel weer gedaan wordt. Oh, iemand wat lekker even getaste. Oké, even alvast deze muurtjes alvast hier neerzetten. Ik denk dat het ook al een vast verstandig idee is om even de patrouille vanaf hier... ja, gewoon vanaf deze gang, laat ik maar zeggen, gewoon eventjes hier naartoe laten gaan. Dan zetten we daar gewoon drie even op. En dan doen we gewoon eentje per cellenblok ook hier. Nee, deze. Niet dat het veel uitmaakt, maar ik vind het altijd een beetje fijner als het gewoon met symmetrische shit te maken heeft. Altijd wel even wat fijner. En dan bedoel ik wel, nee, zo. En dan hier, deze weg. Oké, daar komt... er komen hier gewoon iets van twee bewakers. Zo, hoppakee. Hier nog eentje. Oh. En dan gelijk hier. Nou, ik denk dat het meeste wel weer gevonden is. Oké, dit ziet er ook een beetje vaag uit. Beetje anders gekleurd.
We hebben toevallig ook kleine celletjes. Nee, die hebben we niet. Ja, we hebben isoleercelletjes, maar daar, dat is al te groot. Dus dat wordt dan zelf even neerzetten, die shit. Dat gaat ons nog wel even wat tijd kosten. Maar ja, gelukkig hebben we de kopieertool. Dus in principe zal het wel goed moeten komen. En dan doen we gewoon precies hetzelfde aan de andere kant. Behalve dan natuurlijk gespiegeld. De gevangenen die meer vrije tijd eisten, hebben een missie opgegeven. Je kunt hun roster weer omgooien, als je dat wilt. Echt een klootzak is die. Zegt ook zo mooi zo van, ja, je kunt gewoon het hele roster gewoon weer omgooien. Maar dan is het probleem altijd dat die mogelijkheid van dat ze meer vrije tijd willen natuurlijk wel weer omhoog kakt. Ik denk dat ik het verstandig ga houden en gewoon... Het gewoon zo laat. Lijkt me net zo verstandig. Moet je dit allemaal tekenen, terwijl ze dat allemaal alvast een beetje plaatsen. Maar dan gaat het wel in sommige gangetjes een beetje donker worden, denk ik. Als ik het zo zie. Oké, hoe tof is er dan weer een gevangenisdeur uit een broekzak? Nou, hebben ze wel goed moeten proppen, denk ik, want ik weet niet hoe ze dat voor elkaar krijgen, maar als ik een deur in mijn broekzak wil gaan proberen te proppen, dat gaat me niet lukken. En ik denk dat ik deze cellenblok ook gewoon niet aankleed met bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, een vloertje of zo. Dit is echt niet zo'n belangrijk stuk, vind ik. Ja, het zijn natuurlijk wel celblokken, maar niet echt van... ...dat hier veel gebeurt. Want ja, ze hebben al geen wc, dus veel luxe gaan ze niet nodig hebben in deze celletjes, denk ik. Ze moeten al blij zijn met wat ze hebben, dus in principe... Kijk, deze blauwdrukken die... Gooi ik ook al even wel van de kaart af. Oké, die muur wordt nog geplaatst. Oké, hier mag ook wel even een lampje worden geplaatst, denk ik. Geldt ook voor hier en hier, vind ik wel. Plaats ik hier wel even een lampje hier. Gewoon een beetje zo lijkt op deze lampjes. Nou, niet daar dus. Oh, daar. Dus dan pak ik wel even een houten vloertje. Die leg ik dan gewoon mooi deze gang door. En ik denk gewoon niet de celletjes dan zelf. Dus gewoon... Zoiets bedoel ik dan. Dat is al ver genoeg. Want die celletjes die hoeven helemaal niet aangekleed te worden. Het zijn niet van die kleine celletjes. Oké, hier mogen alleen maar maximaal... Oké, dit is een beetje apart. Ik zou daar allemaal één voor één gaan tekenen, dat is... Daar word ik niet heel erg blij van. Oké, pak ik de clone tool er wel even bij. Daarvoor moet ik even wachten, want het laatste bed is nog niet geplaatst. En waarom niet? Oké, ze zeggen dat hier een bed staat. Nou, dat ziet er wel heel vaag uit.
Ik denk dat de game weer een beetje gebukt is of zo. Oké, dan pak ik nu gewoon deze erbij. Ja. Oeh, dat past niet. Dat past niet. Behalve hier dan weer niet. Clone tool. Dan pak ik het gewoon zo. En dan gewoon hier eentje. Oh nee, maar dat klopt. We hebben natuurlijk ook nog niet de cellen zo ingedeeld. Dus even kijken, gewoon een cel erbij pakken. Het is natuurlijk wel verstandig. Oh, maar een wc, dat moet wel geëist worden. Oké, daar gaat mijn plan. Daar gaat mijn plan van aanpak. Dus kan ik weer de hele cellen weer door gaan tekenen, alleen omdat ze nog een wc willen. Leuk. Maar wacht, als ik dan de klontool gewoon gebruik en ik kopieer en plak ze gewoon allemaal weer, zal dat gaan helpen? Nou, ik denk dat het sneller is om het gewoon zo te doen. Denk ik. Nou, volgens mij is het niet sneller, maar ze zijn ook natuurlijk nog niet klaar met het plaatsen van alles. Lekker op zitten ze hier. Is aan de ene kant wel weer goed. Echt, maar hoe komt het dat ik dan maar 2 dollar verlies per keer? Dat is een beetje vaag. Hoeveel zal er bij u per uur zijn dan? Dat zal echt niet veel zijn, denk ik. Nou, hoeveel is het? Min 36. Ja, nee, dat is een beetje handig. Oh ja, nee, dat probleem heb ik dan natuurlijk. Oké, maar dan kan ik de celletjes ook even hier tekenen. Want die muren die komen wel. Daar moet ik geen zorgen voor te maken. Tot hier. Nou, en tot hier. Nou, deze mag dan helemaal max. En deze mag dan wel gewoon medium. Dat ze toch wel weer wat van beide hebben. Dan moet ik alleen nog even de waterleiding even aansluiten. Dus dan lukt dat deze gewoon hier even doorheen. Dat is wel makkelijker, denk ik. Pakken we deze gewoon en gooien helemaal naar boven, denk ik. Dan pakken we deze ook gelijk erbij. En dat doe ik ook een beetje uit de voorzorg. Nee. Ik zoek me tot zover. Doe ik het gewoon op deze manier. Dan weet ik zeker dat alles al aangesloten. Ja, niet dat het wel vandaag weer ergens een bug is dat het niet wordt geplaatst. Want het probleem dat zie ik ook dat veel te vaak gebeuren. Zo. Nou, behalve, ik ga nu deze aflevering afsluiten. De volgende aflevering ga ik dus gewoon eventjes die celletjes even afmaken. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef een like en abonneer even op mijn kanaal. En dan zie ik jullie een keer weer. Later.